Dames en heren, van harte welkom terug bij The Last of Us 2. De vorige aflevering hadden wij een confrontatie tussen Ellie en Abby. En nu staan wij bij een gebouw. Oh, we flitsen naar binnen. Hallo? Is dit een flashback? Zo'n befaamde? Yes. That's a watch. That's a baby. That's a fucking baby. That's in Yuli. Hey, buddy. Photo! I got you. Ships. Yeah, it's okay. We're good. Ben ik de enige die zit dat die baby echt een dikke kop heeft? Het is op mijn camera. Oh ja, tuurlijk. Doe ook. Okay. Tuurlijk. Oké, okay, we gaan downstairs. Dina! Hallo? Oh, what's up, you little goobers? Hey. Thanks for doing the dishes. Ellie heeft haar haar geknipt, joh. Putting on some music. Yeah, I'll see what I can do. Hello. Put this on. That's some tunes. Shaken by a low sound. Oh, you want a boogie, huh? All right. Please, no DMCA. Please. Oh, fuck yeah. I love this song. Your mom is very easy to please. I'm with you. My bar is very low. Ooh, look at those moves. These moves? Yeah. Ooh, look at mama go. Mm? Oh, wow. Ooh. Oh, oh no. This is kind of working on me. You're weird. I'm aware. Okay, you're distracting me. No. Okay, all right, go. Okay. No more sexy time. Oh, hey, I think I left Ollie outside. You mind bringing him back in? Okie dokie. Yeah, sure thing. Ollie! You want some fresh air? Oh. Ik wil er ook gewoon staan en... Neem het in je op nu, jongens. Ga niet hyperventileren. That shit's gonna fuck you up. Waar de fuck is Ollie? Ik zie hier een deur. Oké. Wel goed beschermd. Oké. Well, shit. Ollie! Where your bitch ass at? Oh, hier. Hello. Oh, Dina plus hey, Ellie. Let's get you on here. JJ. There. Now it's official. Ik heb Ollie niet vast. Het is JJ. Dat zei ze net letterlijk. Ollie is denk ik een huisdier. I presume a dog. JJ Boske, klopt. Het is gewoon opeens zo'n buffel van een gozer gewoon ineens uit het bos komt rennen. Met een rugby in zijn hand. In een hele dure sportwagen.
Je zou zeggen, je kan gewoon een schreeuw doen. Careful. The bad things are out there. Yee. Yee. Nou, waar de fuck is Ollie? Nou, oh, ik moest op de trekker gaan zitten. What? Hey, Ollie. What are you doing out here? Dit is Ollie? Godver. Hang on, buddy. Paul. Yeah, there we go. Paul. It's pretty, right? Hey, you know what? I'm gonna teach you how to play guitar. When your hands are bigger. And you're not pooping your pants all the time. It's all right. Everybody does it. Ik ga niet zeggen dat dit het einde van het spel is. Oh, ik kan de camera bewegen. I got a lot of stories to tell you. When you're older. Much older. I don't even know where to begin. Bij het begin. That's it. Birds. Potato, potato, my little baby potato. My potato, my potato, my little buddy potato. What a big boy. Yeah, that's my buddy. Back. All right, little spud. We should go check on Mama. Mama, I just killed a man. And again, and again, and again. I killed plenty of men. You could call me a serial killer or a psychopath. Whatever you prefer. I'm gonna go hang up the laundry. Okie dokie. En wat moet ik dan doen? Oof, my back. Vanuit you de benen it? Tillen. Ja, yeah. I got it. Oh, these are crops. What we got here? Yes. Good old crops. Chicken, look at all those chicken. Does he need his jacket? Eh? No, he's fine. Do you need a jacket? More? You can tell me to stop. Ellie is de handtastelijke van de twee, blijkt maar weer. Okay, enough. Seriously? Look at all those sheep. You want to pet him? Here. All right, there you go. Oh, 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 gentle, gentle, gentle. Just like that. There you go. Yeah. Hey. Hey. I'll take him. Can you get the sheep into the barn? Oh, I got him. I can do it. Yeah? Yeah. Won't you rest it up? Okay, here. Come on. Put you in there. Don't stay out too long. He still needs a bath. Shh. I'm like the herding master. Moeten we nou schapen in de barn krijgen? Listen up, sheep. Your dinner awaits you in the barn. So, come on. Why don't we have a dog Snowy. For this? Barn time. Snowy, don't be a Easy. Bitch. Head on in. Chop, chop. Goed zo. Van buiten naar binnen. Wow. That's a lot of sheep. Dat is een zeer rare opmerking om te maken, aangezien dit jouw schapen zijn. One, two. Better stop, because I'm getting sleepy. Ik heb dat ook wel eens geprobeerd. Het werkt gewoon niet. Is het één, Eugene? Twee,
3. Inside. 4. Todd. Hey. Move it or lose it. Zo'n YouTube-idee. We definitely have way too many sheep. No. Hey, what do you say we eat some of them? Whoa. Tasty snack. I got one for you. What's the quietest animal on a farm? A dead one. Sheep. Eh. When you're older, you're gonna have a deep appreciation for these jokes. We are sheep herder. Buddy. Nice job, JJ. Okay, guys, we'll see you tomorrow. Good. Er is nog een lammetje. How'd you get out? Hello? And this is the point where shit hits the fan. Hello, sheep. Come on, little dude. Oh, Jesus. Had me even gewaarschuwd dat de volume ineens zou... Tyfus luid. Storm, sheep. Come on, little guy. Do you want to eat? Sheep? Damn it. Waar de fuck flashbacken we nu weer heen? Oh nee, niet naar dit moment. Ellie? Hey, Ellie. Look at me. It's okay, you're home. Zat de nacht, schimmel. Breathe. Okay. I'm gonna take him, okay? I'm sorry. I don't know what. Het eerste wat je hoort. Yeah. I was just bringing him. Good. Haven't had any excitement in a while. All right. That's a rabbit. I'm hunting bunny rabbits. Hunting season. Okay. Rabbit season. All right, let's go back. Oh wow, gewoon letterlijk buiten het hek. Easy game, easy life. That's a nice barn. House. Barn. Barn house. Huh. That's a horse. Horse. Happy little farm. Taylor Blue. Hey, where you been? Hunting took a little longer than I thought. Who's here? Just come inside. Ow. Ow. Well, that's quite a grip you got there. Hey, Tommy. I was looking for some back gebluffed. Here, we take him. Come here, bud. What in tarnation? Oh, I got it. Hey. Hey. It's good to see you. Wacht, zeg je dat bij zijn oog? You too. He's getting heavy. No, he's just a big ball of muscle. Hmm?
Town's good? Maria good? Oh, she's fine. We're taking some time apart. Sorry. Nah. We talked about it a lot. And, yeah, ik dacht dat het linker oog gefokt was. Okay. Zijn rechter of voor ons links. Come sit. Het leek alleen maar zo. So I've been putting out feelers for months now. And this new guy heard my story. He told me about a woman that he traded with while he was moving through California. Described her as built like an ox, traveling with a kid with scars across his face. Abby. He said they're living along this coast in a beach sailboat. Right here. That's gotta be her. Gaan we wel voor de vraag? We're done with that, so. Well, I can't go. I know. All right. Ja, de laatste keer dat we een confrontatie hadden, werd Ellie aan pulp geslagen. Easy. Forget about her. You sitting all comfy way out here? Hey. I'll make her pay. Tommy. That's what you said when we got back to Jackson. Tommy. What a joke. Verdomme, Tommy. Can you take him, please? Yeah. Van Ernie toch altijd wel leuker. Here. I got you. Hey. What the fuck was that? God damn it, Tommy, you know what we've been through. I'll save her. She made me a promise. I don't fucking care. I know you don't, dear. That's your goddamn problem. Listen to me. Oh, yeah, no. Well, shit. Is she packing? Ze twijfelt. What are we going to do? Bonk. Let me grab myself a glass of milk. Hot milk. Is dat de Joel herdenkdoos? Oh, dat is het boekje. Ah, wat moet ik lezen? Not sure. Yes, I see. Is de kunstkamer. Neem het even in je op. Oké. Ellie heeft het weer koud. We're going back to bed. We're not going back to bed. Brr. Wat was dat geluid? Ah, er staat een raam open.
Ja. Je gooit je gitaar om. En hierdoor wordt JJ en Dina wakker. Oh, we gaan weer naar gitaar. Wat er allemaal gebeurt. Howdy. Ik wist niet dat Jesse een mullet had. Tell me about it. Your old man really laid into me today. What happened? Another big lecture about my patrols. Don't go here, don't go there. It's funny how involved he gets whenever you're scheduled to go out. Yeah. She's putting on quite the show. I give you guys 2 weeks until you're back together. Not gonna happen. She, say something to you? Make it 1 week. Ellie! Hey! What took you so long? Well, I'm here, aren't I? Dina? Jesse. Damn! Gout? Hey, don't forget, we're heading out early, so get some rest. Yes, sir. She rolled her eyes. Come on. Don't you start with me. Okay, I have a very serious question for you. Roer je tong in mijn keelpijp. Oh. Like a hot pile of garbage? Oh. Okay. Oh. How about that? Gross. You love it. Every guy in this room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. Or not. Maybe they're jealous of you. I'm just a girl, not a threat. A little bit. Ja, chat. Zoenen. Hey. It's a family event. Voorbeeldfunctie. Sorry. Boomer. Remember next time there's kids around. Yeah, like you're setting you. Such a great example. Oh, just what this town needs. Another loudmouth dyke. What the fuck did you just say? Ellie, hey. Ellie, don't. Get the hell out of here. Get your hands off me. Hey! Yo! Enough. Yo! Pompen voor zijn muil. Let's go for a walk. What about them? You worry about yourself. Fuck die ouwe, pompen voor zijn bek. You're a kiddo. What is wrong with you? He had no right. And you do?
Yes. I don't need your fucking help, Joel. Whoa. Right. Sad Troy Baker sounds. Huh. Oh? She is heading out. Yep. Hey. I was taking a can of beans. Hey. I like myself some beans. Man, it's been a while since he slept this long, huh? He had a day. Yeah. He's fine. Go back to bed. We'll talk about it in the morning, okay? I have to finish it. Damn it. It's niet wat ze wilde horen. You don't owe Tommy anything. I don't sleep. I don't eat. I'm not like you, Dina. What? You think this is easy? For you and for him, I deal with it. I love you. Prove it. Stay. I can't. So what? I'm just supposed to sit here and wait for you? For God knows how long, just thinking you're fucking dead the entire time? I don't plan on dying. Yeah, well, neither did Jesse. Or Joel. True, true. Hey, stop. Hey, come on. We've got a family. She doesn't get to be more important than that. Yet she is. No. I'm not gonna do this again. That's up to you. Het is leuk dat ze Converse aan heeft, maar die zijn echt akelig oncomfortabel voor lange wandelingen. Oh, wat? Hij heeft aan. Ik dacht dat het Ellie's schoenen waren. Now we just need. Oh, we checked this street a week ago. About a week ago. I can't believe you traded a pistol for this. It's elite. No way that guy saw fireflies over here. Stop. I feel good about this. Well, I don't. Come on. Wacht, we gaan niet gelijk in het vraagstukje. We gaan eerst weer met Abby spreken. God damn it. Okay, 24, 10. It's not gonna be on that side. It's all evens. Wat zoeken we? Shit's deserted, yo. Oh, here. 24-17. 24-17. Getting warmer. Oh, I hope not. I'm sweating already. Klopt. Hey, Steve is warm. What? Ik zat niet op te letten. Ik werd afgeleid door een motor die buiten reed. Daar.
Wat is mijn equipment? I have dog shit. Gelukkig zijn het gewoon twee runners. Heb ik een... Nee, ik heb ook geen baksteen. We can hide. We could also not. Oh, het zijn er drie. Well, shit. Ga ik ze uitschakelen? Ga ik het niet doen. Hoef het niet per se te doen. No one up. Don't do it. Don't do it. I'm a sneaky snack. Okay. Moesten we hier naar binnen? Right. We're good. Maybe. Maybe. Is dit het gebouw? I don't see any numbers. Yeah. This has to be it. Right? Sure. Let's see. Maar die zombo's zijn letterlijk nog 2 meter verderop. Wees niet te luid. Good enough. Zoals dat. Well, shit. Ik ga ook gelijk in loot mode. Oh, een garage. Loot. We got them loot. Oh, een flesje. Could use. Kastje. This place looks abandoned. Abandoned. Like all the other houses. Keep searching. Ik had een canister gevonden. Jij niet. Current resident. Constance. Zitten we goed? This is that place. Okay, but there's nothing here. We don't know that yet. Wat zoek ik? Of wist ik wat ik zocht, dan kan ik even wat gerichter gaan zoeken. They painted the indoors to look like the outdoors, but plants don't look like that. Nee. Wauw, dat is een gamer. Wacht, is dat een condoom? No, it ain't. That shit would have been hella funny. Maybe there's another way in? Ja, nee, ik wilde die niet nog een keer pakken. I'm trying to be helpful. You're always helpful. That's a swimming pool. Whoop. Nada. Noppes, nada. Nothing. It can't be. That would be shit silly. Is er echt niks hier? Lev, I think we're done here. No, wait. What? Achter die kast wil je zeker zeggen. Het is achter de kast. Move, move, move. Ik weet het al. Move, move, move. Move, move, move. Scratches. Nee, dat betekent toch de andere kant op. Scooch. A push. Aha. Aha. Hello? Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it. Hey, potje schaken. Since been here. Ooh, Kugels. Unfortunately, I have to agree with you. Dit is een grote kelder. All things considered. Wat kunnen we maken? Oh, dit valt onder de hunting pistol.
Juist. Maar ik wil even een shiv. Gewoon voor de zekerheid. Even een shiv. Shivy. They were here for a while. Ze hebben zelf douches hier, joh. That's the shower, right? Correct. Tevens juist. Is voor de rest hier nog iets? Misschien hier op deze mappenkaarten. Mapkaarten. Kaartmappen. They had power down here. Look around. Look around. Oké, okay, zoek kabels. Oh, het is letterlijk hier. Guess they've got solar. Oh. Wow. Wow. Oké, okay, radio. Yes, yes. Hello? Is this frequency currently in use? This is... Do you see a call sign anywhere? Oh, a what? It's a short list of numbers and letters. Fuck it. This is Abby from Santa Barbara. Can anyone hear me? Standing by. Is anyone out there? What's this? Hey. Those are frequencies. Is this frequency currently in use? This is Abby from Santa Barbara. Is anyone out there? Are these other Firefly outposts? Möglich. Can anyone hear me? Hello? Vijf, acht, drie ook gewoon. Is this frequency currently in use? This is Abby from Santa Barbara. Hello. Ja, dit is Daniel Lippens. Hello. Ja, hallo. Zes, drie, negen. Is this frequency currently in use? Hello, this is Abby from Santa Barbara. Can anyone hear me? No. No. If anyone can hear me, please reply. No, no, nothing. Please answer. Nope. Hi, Abby. We got a clear signal on you. Where in Santa Barbara are you calling from? 2425 Constance. We got a tip about a base, but there's no one here. We're looking for fireflies. I'm a firefly. Where were you stationed? I was part of the Salt Lake outpost. Who ran that facility? Dr. Jerry Anderson. He was my dad. Well, how about that? How about that? We pulled everyone back from the satellite stations and brought them back here to home base. How many of you are there? We're about 200 strong now, with a few more every month. Owen was right. You're about to get two more. How do we find you? Get to Catalina Island. Approach the large domed building in Avalon. We'll find you. Okay. Okay, we'll see you soon. Over and out. Looking forward to it. Good luck, Abby from Santa Barbara. Over and out. Come on, let's get back to the sailboat. They found our way. Onderweg gaat er ongetwijfeld nog stront aan de knikker komen. You were right. What was that? Why do you make me repeat whenever I'm wrong? Because it makes me feel better. Because I'm a dick. And because it happens so rarely. Oh, verkeerde kant. Woop. Dat bedoel ik. Het was een te rustig moment hiervoor. Wow.
Ooh. Ah! I'm feeling now. Tyra. Come here. Come here, let me see you. You ready? Pull it straight out. Wait, wait. Fuck, man! You're fine. Get that little one. Lev krijgt ook gewoon echt een flinke pomp voor zijn bek. Zijn dit wolves? Oh shit. What a hell of a catch, huh? Wie de fuck waren dit? Gaan we nou daadwerkelijk karakters introduceren aan het eind van het spel? Hey, Ellie. Vsauce hier. Where'd you go from here? Ow. 2425 Constance. Yeah, that's gotta be it. Ze noteert het. It's a boat. Would she get up to the street from here? Nou, je kijkt er letterlijk naar, Ellie. Ik verdomme met het geluid en het DJ, joh. Mallemoer, mallemoer. Hebben ze hier overnacht? Oh, hey. I got stuff. Ik was dit al helemaal vergeten. Zoveel spul. Oh, wat heb ik nog meer? Oh, die. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Shotgun. Boog. Heerlijk. Dat is de good shit. Maar kan ik niet nog. Nee, ik zit echt qua alles vol. Oké, we climb. Nou, wat hier. Nou, man, hier. Deze lopen. Hier zo? Het is wel een bitch om te klimmen. Maybe like this. Whoop. Oké, spel. Die sprong had ik dus wel gehaald. Whoop. Thank you. Whoop. En vanaf hier omhoog. There we go. Links of rechts? Even rechts. Yes. Oh, hey. Rechts is daadwerkelijk een keer de goede optie. Valt me op tijdens games dat meestal links de juiste optie is. Zie je? Ga ik weer rechts in en valt het dood. Here we go. Dat is een iets te hoge sprong, ben ik bang. Yep. Het zou toch wonderbaarlijk zijn alsof je iets zou kunnen gebruiken om jezelf omhoog te helpen. Gewoon iets. Ik zou niet weten wat. Maar gewoon iets. Om gewoon even iets hoger te komen. Zodat je... Gewoon iets. Huh. Oh. Never mind. Okay. Me and my big mouth. Daarover... Oh. Is dit zo'n befaamde yucca tree die we zien tijdens de Stranded Deep afleveringen?
Ooh. Now what? Mesa Bluff. I'm here, and Santa Barbara proper is that way. Gaan we zombo's tegen? En of. Hoeveel is het? Is er één? Ik hoorde volgens mij achter me er ook nog één. Ja, daar zo. Gluiperts. Waar zit die klikker? Die zit hier verderop zeker. Oké, hoe gaan we dit doen? Eerst die maar even. En ik doe het even op deze manier, omdat we zeg maar via de voorkant kwamen. En dat zou stress kunnen opleveren. Oké, hoe gaan we dit doen? Ik wil die gewoon killen zonder dat ik de, hoe heet het? Attack. Misschien daar? Fuck it. Zijn we daarmee weggekomen? Good. Er lag hier ook nog duct tape. Thank you. I like myself some duct tape. Duct tape. Oké, okay, daar zit de klikker. Misschien moet ik eerst die gewoon even volledig uitschakelen met een pijl en boog. Ja, daar waggelt hij. Spit de piepepe. Hebben de stalkers me gezien? Vermoed van wel, gezien hun reactie. Oké, bro. Ik dacht dat het gewoon runners waren. Well, shit. Ja, kill me maar. Nou, of niet. Make a choice. Dan brengen ze me aan het randje. En dan trekken ze ineens terug. Now, why would you do that? Bonk. Maar waar zijn ze nou? Daar ook. Bap. Hoe dodge je die? Come back. Come back. Bap. Bap. Nee, nee. Bap. 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 Zonder pushback. Could you die? Could you perhaps die? Don't do it. Waar is die ander? Come back. I'm gonna snatch your ass. Oké, niet op deze manier. Oké. Ik weet dat ik gierig ben door geen kogels te gebruiken, maar jullie zouden toch wel een keertje neer mogen. Al een keer. God damn. Last but not least. This son of a bitch. Oh. No, that took a while. Ik wist niet dat stalkers zo sterk waren wat betreft melee damage. Incasseren. Stalker down, I repeat. Stalker down. I hear another clicker.
Dat is wel heel ver weg, vind je niet? Shot ga ik niet raken. Ik zou het graag willen, maar... Bonk. Oh, god. Waar is hij heen en waar is mijn pijl? Ik zag de pijl nog zitten, dus... I'd like to have that back. I'd like to have that back. Woop. Hope I can cut through here. Waarschijnlijk. Pils hier. Bong, bong, bong. Oeh, een kaart! De CBB-73. En of die gruwelijk is... Oei, hebben man. Ik vermoed dat we bij het balkonnetje naar beneden moeten. Oeh, stik. Laat ik mezelf some sticks. This is a good stick. Ah! My ankles. What? Alright. Shit. Twee shamblers? Uh-oh. Oké, hoe deden we dat ook weer? Molotovs en shotgun, toch? Molotovs en shotgun. Pap. Got you. Next. Hey, Vsauce. Michael here. Shit. Ik hoor nog meer dudes. Yep, naar rechts. Leek op een stalker. Links volgens mij ook nog een. I've got a stick. Son of a bitch. Bop. Watch me, I got a stick. Bop. Bop. You don't like my stick now, do you? That was a good stick. That's my stick. I pop you with my stick. Damage. Capacity. Damage. Rangefinder. Ik heb meer bolts nodig. I require plenty more bolts. Oh, ammo. Thank you. En er lag hier een brief. I'm gonna go talk to the Rattlers. I'm sorry I'm telling you like this, but I didn't want you to stop me. We're starving. We can't leave the area with you and Abuela like you are. It's only a matter of time before they find us. If I can't join them, we could all be protected. I know this is crazy, but I love you and I'm willing to do whatever I need to keep you both safe. Arnie. Is that Arnie van GTST? Oh nee, Arnie. Zullen we gewoon een arrows en molotov? Yes, okay. Yes, we got him. Oh my god, it's a toaster. Had ik nog meer pistols? Nee, dat waren ze gewoon. Where do I go from here? Waarschijnlijk via de voordeur. Of via het raam. Alright. Nou, oké. Okay. Via het raam het is. Where am I? Een goede vraag. Dat weet ik ook niet. Street around here. Yep. Hello? Hello? Okay. Santa Barbara. Downhill.
24-25, Constance. Mm-hmm. Ja, dat is een vlinder. Moeten we hier naar beneden? Dit wordt een glijpartij. Wat fout zal gaan. She has to be down there. Pas nou. Hey, loot. Hey, loot sauce. Michael here. What can I build? Ja, explosive arrows. Smokebombs zijn op zich wel handig. We kijken wel. This way, my dude. This way. Oh, shite. Eén daar. En één daar. Oh, nog eentje verderop ook. Oké, nice. Pap. Sta stil, please. Oh, nu wel. Tuurlijk, nu wel. Iets met een links. Iets met een links. There we go. Whoop. Can I have my arrow back? Thank you. Thank you. Deze kan ik op zich wel op me leien. Uh-oh, vallen stenen. Surprise, bitch! Oké, dat werkt. Oké. Oh, en dan val ik wel naar beneden, waardoor ik shit ontvang. Pap. Goeie gil, neef. Hello. Blaa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 
Fuck. Zelfde groep zeker. Die erachter zit. Oké, ik doe een voorspelling. Zelfde groep zit erachter. En uiteindelijk zitten we gevangen met Abby. Well, shit. Girl, you're bleeding out. Abby. See? We got a live one. Zelfde groep. This bitch is fucked up. Ooh! We'd be lucky if she lasts a month. Can we please just say we're done for the day? Yeah, get that thing down. Let's reset the traps. Hier heeft hij nog geen wond in zijn schouder van een pijl. I mean, is she even worth the trip back? It's not like... Hey, get you? No. I'm good. Something funny? Looks like you shit your pants. Fuck you say? You little bitch. Oh. Oh, you like funny, huh? Get up. Come on. Get up. We don't need no, this. No, man, she's fucked up anyway, man. Come on. Yeah, it's funny, right? Stop. It's funny. Are you serious? Damn! Hot damn! Wait. You said Abby. You're looking for an Abby, right? We picked one up a couple months ago. Maanden geleden. Blonde. Arms like mine. Maanden. A scrawny kid with cuts by his mouth.
Yeah, that's her. You let me go. I'll tell you where she is. You can get to her before that infection takes over. Oh, ze is wel gebeten. Ik ben immuun. Talk. She's in a holding cell in our camp. Where is that? Head that way till you hit the railroad track. That'll lead you to a resort. We keep them in the tall, round building. Damn, Ellie, moet je niet even je wond bijwerken? I swear. Dit was te verwachten. Ja, don't worry. Ik heb toch 3 medkits. I'll be fine. Traxter Resort. Tall round building. Traxter Resort. Tall round building. Komt ook even willekeurig in beeld. Thanks, PlayStation. Erg cool. Oh, ze heeft het al dichtgenaaid, joh. Ongetwijfeld zal dat alsnog wel zeer doen, want daar zit echt je lever. Jesus! Hey, we'll go back. Is dat een gun? He's got a gun! We'll go back. God damn it! Shit. Alright. Oeh, ik heb een SMG. Silent submachine gun. Make sure he's the only one that got out. Watch out for infected. Yeah. I find out anyone helped him. They're going in the fucking pool. He was acting up for a while. This might have something. I'll look into it. You go do that, all right? You go do that. Yes. Bap. Ik had dichterbij kunnen komen, maar oh nee, heeft hij nou een hond? Hij heeft een hond daar verderop. Oh shit. Oké, hoe gaan we dit doen? Ik kan nog linksom via de auto. Quick, 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 quick. There we go. Via de auto. Blah. That is a good question. Wat? Mijn pijl is gebroken bij deze guy. Oh, fijn. Liep er niet nog een andere slurfman hier rond? Ja, ik zie er daar inderdaad een. Ah, dat is een hond. That's a dog. Wat was in een vrouw die ik hier schoot? Hier, thank you. Op het dak kan niet, maar daar verder op links, of het gangpad zit er nog een. How about... Yes. Zullen we dit doen? Daar is de man met de dog. Waar is die andere? Die staat daar. If I do this. Oh god. What? De hond die raakt in paniek. En hij moet daar als het goed is dan op aflopen. Schiet ik een pijl op hem. Dan is de doggo van mij. There we go. Nooit fijn om te doen. Compleet kut. Maar that dog's gonna fuck me up. Group. I better find her before these idiots kill her. Okay, dat was in ieder geval het laatste stukje tekst.
Dus we hebben nu weer eventjes vrij baan. Misschien moet ik even de SMG reloaden. Oh, er kunnen maar 20 kogels in een magazijn. Oké. Okay. Het is zo. Eentje. Van waar? Wie zag mij? Hallo? Iemand. Oh, daar. 2 in de winkel zie ik. 3. Well, shit. Het lijkt me dat ik daar naartoe moet. Want daar links houdt het pad op. Kan ik niet links daar gewoon langs sneaken? Hot damn. Hold up. Gaan links langs de zijkant. Oké. Okay. No, no. You don't see me. Zo. Okay. Als ik die guy kan pakken, dan moet de rest ook wel lukken. Hij heeft een helm op. Well, shit. Damn it. Ik weet niet of mijn kogel er doorheen zal gaan. Hé, wat zit hier? Nog meer bosjes. Zal ik die vuilnisbak uiteindelijk nodig hebben? Oh, daar komt hij weer. Ik wilde even checken of hij er inderdaad weer aankomt. Ik wil die baksteen ook hebben. Maar komt hij nou wel of niet? Ja, daar komt hij weer. Oh, hij heeft een wat? Een hamer op zak? Een bijl. Don't. Om het hoekje. There we go. There we go. There. Pop. I got you. I got you. We're going ultra silent. We're going Splinter Cell up in this. Oh, that's the big loot. Gaan we dan een shootout binnenkort hebben of zo? Ik ben bang van wel. Waar? Voor de winkel? Oh, daar. Eentje met een doggo. Ja, is er eentje met een doggo. En eentje aan de overkant blijkt. Well, hot damn, I did not know that. Oké, die staat daar. Die kan ik op zich wel met pijl en boog. Dan raakt de hond in paniek. Iets dichterbij. Zodat de pijl goed gaat. There we go. Fucking ambush! Think it came from over there! Oké, opeens zijn ze allemaal gealarmeerd. Die fucking helm, bro. Reloading. Going to the back. Push in! All right. Wah. This is not how I saw it go down. The outsider's gone. Sweep this place now. You fucking helma. SMG is ook silence, I know. She might have something. What's your smell?
Ja, die hond die komt achter me aan. Het zijn er twee binnen. Well, anything? Surprise! Hey. I got you! Bitch! Zeer actievol dit. Doggo, don't you do it. Damn it, Doggo. Niet mijn favoriete stukje. Any others? En dat was een stukje tekst. Clean sweep. My side. Where are the tracks? Ik heb wel een beetje veel ammo gebruikt voor dit, maar vooruit. Hier zijn de tracks. Maar er waren dus hier, waren er achter nog veel meer guys. Een stuk of twee. Oké. Tracks to the resort. Yes. Waarschijnlijk moeten we hier doorheen. Is this the way? Oh, hey, schaar. Wow. Loot. Zijn we er al bijna? Hier bovenlangs. Around there. Nou, kijk eens aan. Ja, dat zijn gevangenen. Oh God. Those are prisoners, alright. That looks like a tall round building. It does. Wat toevallig dat hier die pallets ook lagen. How do I get in there? Laten wij eens gaan kijken hoe we daar binnen gaan komen. Ik weet niet of ik via het gebouw moet, daarboven langs moet. Nee, hier onderdoor. Hello. Is it me you're looking for? Goed beveiligd ook, hè. Kom zo. Binnen. Ik laat boertjes. Ik had geen slok moeten nemen voordat ik begon. Come on, you can do it. Just a little closer, buddy. Just leave him alone. He can't do anything. Oh, fuck that. I promised him I'd do this to him. This is such a fucked up lobby. Bet you wish you didn't try to escape now, don't you, Anthony? Jesus. Kan ik op de ketting schieten? Dat hij daardoor losbreekt? Maar die Anthony die gaat me gegarandeerd verraden. Dus ik moet even kijken hoe ik dit het beste kan doen. Er staat daar een guy bovenop. Oké. Loopt er hier eentje tussendoor. Daar eentje bovenop. Oh wow, dit is echt een bitch plek. Waar is die ene die hier liep? Is dat die? Of moet ik eerst diegene... Diegene daarboven heeft een fucking helm op. Sinds wanneer heb je toegang tot zoveel riot helmets? Ik zie wel een manier. Dan moet ik daar opklimmen en dan kan ik hem meleeën. There we go. No. Whoop. We part of the grass now. We are one with the grass. Nog niets. Ik weet niet wat die ene hier beneden gaat doen. Want daar links staat er nog een. Oh, yikes. Big yikes. Misschien moet ik ook even healen.
Die met die riot helmet staat nog mijn kant op te kijken. Nu komt er daar eentje naar beneden. Wauw. The timings are not in my favor. Die loopt terug, die loopt terug. Oké, okay, now we go. No, no. No, no. Als ik daar ontdekt zou worden... I would have not been a happy man. Oh, wat kan ik maken? Oeh, smokebom extra. Misschien een silencer kan ook wel helpen. Hoef ik niet al mijn, hoe heet het, ammo eraan te laaien. Misschien even twee extra arrows. Ik weet niet, er zit iemand beneden in dit gebouw, dus niet boven. Dus ik zijn hier even vrij uit om te lopen. Maar zodra wij de trap hebben gevonden... Het is veel te druk. Hoe ver kan ik gooien? Niet ver genoeg. Niet ver genoeg. Misschien wel voor deze. Wop. Really? Daar komen ze nog fucking goed mee weg. Oh. What in tarnation? Laat me erin. Because I'm a sneaky snack. I'm sneaky. Pak een molotov op je bek en je komt er gewoon mee weg. Ik zag ineens dat die er stond. Ik drukte vierkantje om eigenlijk van camera te wisselen. Niet om hem te hakken. Ik wist niet dat hij er was. Nou, kom maar anders. Loop maar gewoon op me af. Ik bedoel, ik heb een fucking goede melee weapon. Oh, eentje boven me. Yikes. Hey! Cabron. Next. Oké, okay, je hoeft niet te gorgelen in je riot mask. Dat is bijzonder goor. Komt hij links? Ooh, he does. Hoe gaan we dit doen? Hola, cabron. Easy game, easy life. Ammo. Is that the inner wilde guy? Hebben we het gecleared? That's it. Nice. Lolololo. What up? No, no. Ja, je kon dat dus wel schieten. Hold up. Stop fucking around. Ben jij infected of niet? Zal hij infected zijn? No, no. No, no. Stay there. Yeah, you good? Stop it. Stop it. I was trying to help you. You son of bitch. Yeah, je kon hem inderdaad losbreken.
Oh, hey! Een dingestafel. Workbench. Give me the good stuff. Give me all the good stuff. I require canisters. Ja, ik kan wat explosive arrows maken. Dan ben ik in ieder geval van mijn explosives af. En dan heb ik er weer bij. En er ligt hier nog meer. Dus het spel wil volgens mij iets zeggen. Van, hey, maak explosive arrows. Oké. I shall. Er ligt hier nog iets. And I got it. Oké, wat zouden wij kunnen doen? Stability mogelijk hierop. Stability hierop. Ook al... Oké, op sommige guys kan ik deze wel gebruiken. Op sommige ook weer niet. Aangezien ze hebben riot helmets hierop. Dus of je moet ze meleeën of je moet ze echt met een hoog kaliber wapen voor hun bek schieten. Hello. Oh, thank you. Even a beer. Dank. Die weer even omzetten daarnaar. Thank you for the health. Dan heb ik geen medkit hoeven gebruiken. Thank you, thank you, thank you. Shotgun, die kan tot 6 herladen. Dus don't mind it. Oh, sorry. Alright. Oké. Ik hoor muziek worden afgespeeld. Dus zijn hier vermoedelijk NPC's aan het uitrusten. Het is ook gewoon ineens nacht. Of avond, lijkt wel. Ik hier overheen? Yes. En daar is een guy. Ik weet niet hoeveel er zijn. 1, 2. Oh. Fuck all these assholes. Oké. Oh, ze hebben weer zo'n wilde bras. Nee, het zou fout kunnen gaan. Yes, I knew it. Huh? Waar loopt hij heen? Woe. Ik wil die wilde bras wel even loslaten als het kan. Alleen dan moet ik deze dichtst bij zijn even pakken. Grab, thank you. Bap. Thank you. De boven staat er één. Nou, daar staat nog een dude. Ik hoor zelfs een klikker. Psst. Rustig aan. Rustig maar. You're good. Be free, my girl. Be free. Alright. Chaos has been ensued. Hebben ze fucking klikker hier gewoon als target practice of? Oh, die zitten ook op de kettingen, joh. Oh. Het zou dan toch bijzonder vervelend zijn als die vrij worden gelaten. Be free, be free. Oké, Jesus. Word wild, ren. Uh-uh.
Waar moet ik überhaupt heen? Oh, die gaat gehapt worden. Oh, bijna. Bijna. Oh, bijna. Oh, bijna. Oh, she's a tease. Schiet dan. Nee, what the hell? Dit is een zeer vreemd scenario, want hier zie je de AI in zijn eigen werking. Oké. Okay. Oeh, je kan zelfs dit doen? Ik wist niet dat je dat liggend kon doen. Ik wist helemaal niet dat je dit liggend kon doen, joh. Nou, hij heeft een helm op, of niet? Ik kan hier nergens naar binnen, dus ik moet even kijken hoe ik dit wil doen. Heeft hij een helm op? Jawel, hè? Damn it. Oh, hij niet. Hij ook niet. Surprise. Surprise. Cole! I think it came from back there. I think it came from back there. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Damn it. Oh, wacht, die heeft ook een hoe heet het. Boep. Splat. Human went splat. Oh, hey, daar zit er nog een. I'm the bush killer. Heb ik daar clean zicht op? Niet echt, hè. Moet ik iets opschuiven. Oh, yikes. Had je niet even kunnen vertellen dat je... Huh? Goodbye, I move. No, 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 no. Oh, yikes, verkeerde knop. Hey. Daar rechts zit er ook nog één in het raam, maar... Dat is lastig. Ik kan ook gewoon wegrennen. Fuck jullie. Jullie hebben daar een advantage. Whoop. Bap. Bap. Hoogkaliber does die trick. Always. Oké, waar is die laatste dan? Blijkbaar werd ik nog gezien op een of andere manier. I do not want to be spotted. I just want to move. Oh, daar binnen. Oh, yikes. Komt heel gauw. Hoe kunnen we dit het beste doen? Oh. Weer een met een masker. Hou op met me. Yikes! Don't let her get away! Want dat was een goede tactiek. Gewoon ineens naar buiten te sprinten als een idioot. Get down! Damn it. Next. Pa-pow. Stop her! Ow. Okay. We run back. You move to me. I win the battle. Oh, hoek je om. Stop flank. You ever heard of that flank? Okay. Apparently not. Surprise, bitch. Found her! Right there! No, you didn't. I found you. There's a difference. Oh,
Papa! Oh, hemel, ik sta op de verkeerde plek. Hallo? Babam, babam, bam, bam. Look out! Als iemand met explosive arrows in mijn kamp zit, dan zit ik echt... Ah, hell no. Hell no. I ain't having none of this. Ja, is dat een masker, man? Hij heeft een bijl. Are you sure? Are you very sure? Hij was sure. Ja, kijk, daar ligt die arm. You shouldn't have done it. I gave you 1 seconde. Oh, voer. Oh, look at all that voer. Blip. All right. We have cleared the camp. Ook al heeft Ellie nog niet iets gezegd. Meestal zeg maar van, oh, damn sons of bitches. Gewoon zo'n stom zinnetje. Dat is meestal ten einde van de battle. En dan zie je van, ah, oh, shit, ik had ook die kunnen pakken. Alright. Where do I go? Ik moet naar de ronde building. En dat zou dan via deze poort moeten, lijkt me. Misschien moet ik ook weer even een paar extra pijlen maken indien ik dat kan doen. Nee. Kapauw. Zo op de ketting zou meestal wel werken, maar waarschijnlijk hier niet. Dus ik ga er ook geen ammo aan verspillen. Oh, hey, duct tape. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, de trap. Uiteraard. Nog meer explosives. Ze willen echt dat ik explosieven ga gebruiken. Zo'n barrage om binnen te komen. No. How about no? Oh, what? Well, that's what they call the big yikes. Oh, hey. Storage room. Ja, jullie blijven boven. Fair enough. Fuck me. No, nu. Hoe gaan we dit doen? I found Got you. I got you. Leeft hij nog? Ja, die zit krap om het hoekje. Niks links. Hey. You did. Ammunition. Waarom moet ik zoveel mensen omleggen om uiteindelijk bij Abby te komen? What the shit? Jenny sending along some extra beef, grapefruit and potatoes I just got. They've been impressed by with how many strays I've captured and wanted to reward me. We're seeing the best crop we've had since we settled here. Please make sure my mom gets the fatty cuts. She looks too skinny last time I saw her. Pat. Goed zo, Pat. Goed zo. Alright. Alright, alright, alright. Where are the prisoners? Hier zo? Oh, nu sta ik aan de andere kant van het hek. Nu kunnen we... Oh, dit is het ronde gebouw. We made it. What happened? I don't know. It's gotta be a fucking stray. Shit. Spread out. Guard the tower. Well, shit. Attach silencer. Ik baal er gewoon van dat ze maskers op hebben. En op zich, ik kan ze meleeën. Ik heb nog maar 1 melee hit. So that sucks. Ik kan op zich wel een extra smokebom gebruiken of molotovs ter afleiding.
Daar loopt een guy met een masker. Ja, laten we het anders gewoon zo doen. Are you sure you won't fucks wanna do this? Cause I'ma beat your ass. Stand up. I'ma beat that ass. Pop. God damn it! Surprise! Bop! 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 Woo! No, no! Don't let up! You got it! Whoop. Don't you dare! Son of a bitch! Fuck. Ja, dat kan je wel stillen. Damn it, dit hout. Hop. Got her! Over there! No, no. Waar dan? Hij was hier toch? Hier zo, achter dit gedeelte. Ja, ik zie zijn schouder, joh. Waar is die andere? Er waren er twee. Oh, die staat nog verderop. Oh, oh. Surprise. Get her! Wow, I missed. Oh, big guy. You fled back there! Hello! Big gates. Mateo! We got her! Right here! Hello! No, no. No, no. Ja, je gaat voor rechts? Oké. Nee, is goed. Oh, you hiding. You hiding. You hiding. Lap. You dead. You majorly dead. Text je? Mou een textje? Van, hey. Shit hits the fan. Of zoiets. Verzinnen ze iets leuks. Gewoon even explosive arrows. Kunnen we wel gebruiken tegen die big guys. Duct tape. Heb ik ergens anders nog een scissor voor nodig? Yikes. We vinden wel veel van die submachine gun ammo. Dus misschien moet ik die ook wat meer gaan gebruiken. De hel hoor ik gutsen. Is dat die guy? Yuck. What can I make? One of these? No, 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 no. Ik kan wel een trap mine maken, maar dat vind ik niet helemaal de moeite waard momenteel. Duct tape, altijd welkom. Oh, ze hebben zelfs een pingpongtafel. Alright. Waar zouden de prisoners zitten? In de kelder. Seems fair. Seems fair. Nee. Hello. Goeie tactiek. Zijn hier voor de rest geen guards meer? Oh, moet ik hier doorheen? Waarschijnlijk. Bonk. Nee? Dit ziet er toch wel echt uit als een cel of zo. Misschien deze deur gewoon. Yeah. Oh.
Vierkantje? Nee. Oh. Oeh, haar oog. Really? Dat is een fucking smerige tactiek. Oké, zit Abby ertussen? Waar is Abby? She's bit. Keep back. Don't put that fucking thing in hey, me. Hey. Abby tried to escape. She's down in the pillars. Tuurlijk. The pillars? Head down to the beach. You won't miss it. She's probably already dead. Nee. Come on. Een bedankje zou ook wel tof zijn van iemand. Nee joh. Nee joh. Cafe and Grill. Gezien hoe langzaam ze loopt, zou dit nog wel eens de climax kunnen zijn. Aangezien ze zo'n oplawaaier op haar lever heeft gekregen. Flinke schoten. Ja, die wond is weer helemaal open gegaan natuurlijk. Eerder de nier? Nee, de nier zit aan de achterkant. Oh, goddamn. Ja, dit ziet eruit als een strand. Zijn dit de pillars? Dit zijn de pillars. Oh, what the hell? Jesus. Abby? Jesus, ja, daar hangt ze. Toch? Dit is het, toch? Kijk ik nu naar de... Ik kijk naar de verkeerde. Nope. Hé? Leek er heel erg op. Nee, dat ruikt niet. Ik hoorde iemand kuchen hier. Hallo? Abby? En opent zijn ogen. Hé, hey, surprise, it me. Zo, die is een partij mager geworden. Oh, dat is Lev, joh. Ja. Leeft hij nog? Oh, wow. Jesus, Abby, minder tempo.
Heb je minder tempo of ik schiet je in je kont. Waarom is Abby nog zo snel? En hoe kan ze nog Lev tillen? Ah. De boot van het intro. Van het title screen. Dat is een nasty flashback. I can't let you leave. Zo luid. Fucking hell. Jesus. Moest dit? Oh, come on. Dit is ook geen eens eerlijk. Ik voel me zo kut dat ik dit aan het doen ben. Auw. Nou, ze doet nu 2 stoten achter elkaar. Oké. Okay. Dus. Oh! No, 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 not the grab! Fixe elleboog. Man. Oké, dat beukt nogal. Ik zat blijkbaar op de rand van de arena. Come on. Jesus.
Ja, daar zit geen puff meer in. Oeh. Dat Abby überhaupt nog na al deze omstandigheden gewoon nog stoten kan uitdelen. Holy damn. Counter. Dodge. Counter. Dodge. Ow. Oop. Ow. Wop. Ow, Jesus. Ze komt zo snel uit de hoek ineens. Zonder energie. Bap. 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 Oeh, hemel. Ik dacht dat ik een stoot zou uitdelen. Dat was hem, denk ik. Ja, die was hem. Kan ik niet gewoon in de boot stappen en weggaan? Volgens mij laat het spel dat helaas niet toe. Oeh. Zo, vingertopje eraf gebeten. Redemption arc? No. Just take him. Dat Abby nu opeens een rotschop op haar achterhoofd geeft. Oh, het waren twee vingers. Oh, yikes. Ik dacht dat het er één was. Wat moeten we ervan vinden, jongens? En Dina is weg.
keuken is leeg. Kastjes zijn leeg. Hobbykamer is leeg. Slaapkamer is opgeruimd. Ja, dat zal nu ook lastig worden, gitaar spelen met twee missende vingers. Doe ik het nou verkeerd of doet zij het verkeerd? Vanwege die vingers. Misschien doe ik het verkeerd. Drinking coffee. Where'd you get that? Those people that came through last week. Oh. A little embarrassed as to what I had to trade to get it, but it's not bad. I had Seth under control. Yeah, I know. And you need to stop harassing Jesse about my patrols. Okay. Dina. Is she your girlfriend? No. No, that was just one kiss. It doesn't mean anything. She just, I don't know why she did that. But you do like her. So stupid. Look, I have no idea what that girl's intentions are, but I do know that she would be lucky to have you. You're such an asshole. I'm not trying to. I was supposed to die in that hospital. My life would have fucking mattered. But you took that from me. Thank you.
Somehow the Lord gave me a second chance at that moment. I would do it all over again. Papa Joel. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. I'd like that. Toe, kom op, knuffeltje toe. I'll see you around. Yep. Is dat het raam van de eerste game? Van de title screen? Mooie game, zeker. Ja, jee, maar wat valt er over te vertellen? Ik begreep Abby's kant heel erg goed. Heel erg goed. Maar het was echt het grote wraakverhaal, zeg maar. Iedereen die zocht elke keer een beetje wraak. En uiteindelijk was de aanleiding was Joel, die een keuze had gemaakt om Ellie te redden in plaats van het vaccin te creëren. Vanuit daar escaleerde het en werd het wraak op wraak op wraak op wraak. Dus het egoïsme van Joel heeft deze shitstorm gecreëerd. En ik snap heel goed dat Ellie aan het einde, zeg maar, het wilde afsluiten en daardoor eigenlijk Abby ging opzoeken voor de afsluiter ervan. Want anders zou ze de rest van haar leven met, wat is het, PTSD rondlopen. Dat is ook niet goed. Maar het scenario stond er niet naar. En vandaar dat ze ook niet heeft doorgezet uiteindelijk. Looten was het leukst. Ja, man. Wat vonden jullie ervan, jongens? Die hebben gekeken. En meisjes uiteraard. Gewoon even per categorie. Zeg maar, graphics. Valt niks over te zeggen. Gewoon goed. Sound design.
goed. Gameplay, af en toe langdradig. Van het af en toe, hoeveelste aflevering zitten we inmiddels op? Wat zullen we hebben? Tegen de 30 uur zoiets? Dat is een lange game. Dat is een lange game, maar dat is natuurlijk allemaal om backstory aan te vullen. Om... het hele verhaal te kunnen vertellen. Alleen op een gegeven moment... Ik heb dit argument heel veel bij andere mensen gehoord die het spel ook hebben gespeeld. Dat ze op een gegeven moment gewoon de game op easy hadden gezet. Om gewoon zo snel mogelijk naar de verhaalstukken toe te gaan. Dat de combat ze niet zozeer interesseerde. Oei, 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 oei. Oei! New game plus unlocked. Play through the game again with all of the upgrades and equipment obtained from a previous. Oh, wow. Dus je zou het nog een keer kunnen doen. Aha. Wat moest ik doen? Maar nu staat de boot hier. Bij Santa Barbara. Dit is het bootje van Abby en Lev. Was dat deze? Het zou best kunnen, ja. Alright, jongens. Laten we opnieuw beginnen. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Beloon dan met een duimpje omhoog. Wil jij twee andere video's zien? Druk op de knop naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!